Vanochtend hebben we het gehad over de vulnerabilities in DNS, waarom je DNSSEC zou willen doen. We hebben een paar van de details bekeken, public key cryptography, het gebruik van publieke sleutels zet je in de DNS, signatures die je maakt over een RR-set, states per stukje. Dat doe je eigenlijk omdat het tekenen van een hele zone niet schaalt. Je doet dat per fragment atomic data units, om maar zeggen. We hebben het gehad over hoe je in een boom de security delegeert met het DS-record. Hoe je dus vanaf één trust anchor het vertrouwen kan delen naar de kinderen. Dat als je zo'n DS-record hebt, wat dat dan ook zegt, je moet als je een vertrouwensketen opzet, kun je het kind vertrouwen. Dat betekent dat je ook security moet verwachten als je vragen stelt aan het kind. En bij afwezigheid van het DS-record is dat een teken dat je geen DNSSEC-informatie hoeft te verwachten. Goed, we hebben het over sleutels gehad. We hebben het over interactie met ouders gehad. Het probleem is eigenlijk dat als je interactie met je ouders moet hebben, is dat administratief redelijk duur. En het kan zijn dat het zo is dat je een sleutel wil veranderen, een key pair. Omdat dat deel is van je bedrijfsproces. Als een systeemadministrator weggaat, dan wil je al het sleutelmateriaal waar de man access of de vrouw access toe gehad heeft, wil je kunnen veranderen. Dat kan je policy zijn. Dat wil je eigenlijk alleen maar doen als dat echt nodig is. Het kan zijn dat je die sleutels in hardware wil stoppen, in hardware signing machines, HSM's, dat ze beschikbaar zijn. Het kan zijn dat zo'n HSM maar een bepaalde hoeveelheid licenties heeft voor een bepaalde hoeveelheid sleutels waar je zuinig mee moet omspringen. Het kan zijn dat het duur is om operationeel duur om dat te doen. Als je een smartcard en iets wil signen met een smartcard, dan kan dat wel, maar het duurt 3 seconden per signature. Als je een heleboel gegevens in een zone wil signen, is dat misschien niet de slimste manier. Dus operationele overwegingen kunnen maken dat je misschien functionaliteit wil scheiden. Je wil een sleutel hebben waarmee je productie draait. En dat zou kunnen zijn een sleutel die je online zet op een systeem dat dynamic updates accepteert. En je wil een sleutel met hogere beschermingsgraad. Iets wat je in een kluis legt of in ieder geval offline bewaart. Nou, je begrijpt het, dat introduceert de mogelijkheid van twee keys die operationeel andere rollen hebben. Een zone signing key en een key signing key noemen we die twee dingen, die twee sleutels. Er is geen verplichting in de DNS om zone signing keys en key signing keys split te maken. De DNS kijkt niet eens naar zone signing keys en key signing keys. Weet je nog dat vlaggetje, dat even en oneven getal in het vlagfield? De DNSSEC algoritmes houden er geen rekening mee. Als er één pad is waarmee validatie kan plaatsvinden, één keer valideren is voldoende. Het is niet zo dat alle paden die mogelijk zijn om validatie te doen gevolgd hoeven te worden. Als er 6 publieke sleutels zijn en 6 RR-sigs, als er eentje goed is, is het voldoende. Ook al zijn de andere 5 niet goed. Ja? Eentje is voldoende. Daar is in detail nog een heel klein beetje op af te dingen, maar dat is wel ongeveer het uitgangspunt. Ik weet niet meer waarom ik hierbij heb gezet RR-sets zijn en not RR's, maar dat wisten jullie al. Ik weet het weer. Als je een handtekening over een RR-set vertrouwt,
dan heb je dus alle data in die RR-set heb je gevalideerd. Ja? Vertrouw je één handtekening over een DNS key RR-set, dan vertrouw je al de handtekeningen, dan vertrouw je al die DNS key RR's als keys die horen bij andere signatures. Zo kun je vertrouwensketens opbouwen. Ja? Dus als een DS van een parent wijst naar één sleutel in een setje sleutels van in de child zone en er bestaat een handtekening gemaakt met die specifieke sleutel, met de private key die bij die specifieke sleutel hoort, dan vertrouw je per definitie alle DNS keyrs in die keyr-set. En kun je die andere gebruiken in het volgen van een vertrouwensketen, een chain of trust. Nou, het is een beetje esoterisch misschien. Maar ik ga het zo meteen nog even laten zien in een plaatje. Als je dat eenmaal hebt gedaan, die split van keys, KSK en zone signing keys, zone signing key en key signing key, dan hebben die twee sleutels kun je op verschillende manieren behandelen. Operationeel andere shielding geven. Een key signing key kan in een smartcard zitten die ergens ver weggestopt is in een kluis. En die hoef je maar één keer in de zoveel tijd naar buiten te brengen, zodat je nieuwe signatures over de zone signing keys genereert. En op die manier operationeel wat sneller kan schakelen. Die zone signing keys die is eigenlijk in daily of permanent use. Daar ben je de hele tijd mee bezig. Je resigned regelmatig, je hebt misschien dynamic updates, waardoor die private key online moet zijn. Die KSK, die key signing key, die hoef je eigenlijk veel minder frequent naar voren te halen. Dat hangt een beetje af van je policies, van hoe lang een DNS keyer vertrouwd mag worden, want alles gaat weer met tijden. Maar zodra je dat een beetje ingeregeld hebt, kun je dat ding eigenlijk op de plank leggen. Als je zo'n signing key signed, en over het topic van key rollovers gaan we het nog uitgebreid hebben, maar als je zo'n signing key verandert, dan heb je eigenlijk geen interactie met derde partijen nodig. Je kunt dat gewoon intern regelen. Als je een key signing key verandert, of een trust, een secure entry point, ook wel, een key signing key verandert, dan heb je kans dat je moet interacteren met andere partijen. Zo'n key signing key, werd in de pauze even gevraagd, een trust anchor, wat is dat nou eigenlijk voor ding? Dat is eigenlijk gewoon een public key, waarvan je zegt, nou, die public key, die vertrouw ik, voor het bootstrappen van mijn, die vertrouw ik als het gaat om het valideren en die configureer ik ergens in mijn systemen. Dus een trust anchor is gewoon een public key die ergens veraf in een recursive name server staat geconfigureerd. In theorie weet je dus als zo'n owner, degene die de handtekeningen plaatst, niet a priori of jouw sleutels als trust anchors in gebruik zijn. Dat is een klein zijstraatje waar ik later op terugkom. Maar een trust anchor is een public key die geconfigureerd is. En als het goed is, is dat altijd een key signing key. Als er een trust anchor geconfigureerd is, zou dat een key signing key moeten zijn. Want op dat moment weet je dat als je je zo'n signing key verandert, hoef je niet te interacteren met iedereen die zo'n ding heeft geconfigureerd. Bij een key signing key moet je dat wel. Moet je wel praten met je omgeving. Je moet op zijn minst praten met je parent. En second best met de mensen die die key signing key als trust anchor hebben geconfigureerd. Of je moet een procedure hebben waarbij waarbij dat automatisch kan gebeuren. Dat kan ook. Daar hebben we het ook nog niet over gehad en dat gaan we nog doen. Maar je begrijpt, een key signing key, en dat is eigenlijk het punt, een key signing key heeft operationeel veel meer involvement met derde partijen die je niet echt in de hand hebt. En een zone signing key, die heb je wel, die partijen in de hand. Dat brengt wel allemaal administratieve complicaties. En die
administratieve complicaties. Daar komen we in de komende dag, vandaag en misschien morgen ook nog over te spreken. Want het maakt het allemaal best wel moeilijk, die split. Dus het hoeft niet. Maar er zijn een aantal overwegingen, die zijn van puur administratieve aard, om die split te maken. Operationeel administratieve aard, policies en dergelijke. Wat doe je als iemand die access heeft gehad op de private key, als die weggaat? Heb je een private key online staan, omdat je constant dynamic update doet? En ik kan me voorstellen dat als je in een domain controller-achtige omgeving doet, waar de hele tijd dynamic updates gebeuren, dat er een private key online staat. En dat je een key signing key hebt die ergens in een kluisje of een smartcard ligt bij de CTO. Zo'n setup kan ik me voorstellen. Ja, zo werkt het ongeveer. Ja, nou ja, goed. Ik heb geen ervaring met Microsoft-omgevingen, dus dat vind ik een beetje moeilijk om dat te vertalen. Dat kan bijna niet anders. Nou ja, goed. Als je een kind bent en je wil het naar de parent sturen, je wil een DS bij je parent, wat je dan doet, is je zegt, hier heb ik een key signing key, dat gaat naar boven. Alsjeblieft, wil je alsjeblieft een DS voor me maken? Er zijn andere parents die zeggen, geef mij direct maar de DS. Dat is een andere insteek. Ik vind het altijd niet zo verstandig, maar dat terzijde. En wat de parent zou moeten doen, en sommige parents doen dat, en sommige parents doen dat niet, is gewoon de hele boel controleren voor ze dat configureren. Maar het hangt een beetje van je parent af. .nl doet dat weer wat anders dan .org, en .com doet dat weer wat anders dan .uk. Dat weet ik niet precies. Is het niet voor de chat om laten zien dat ze de corresponderende private key hebben? Dat hoeven ze niet te laten zien. Dat hoeven ze niet te laten zien. Want ze hoeven ook niet te laten zien, de trustrelatie bestaat al. Die trustrelatie is niet anders dan dat je... de manier waarop je dat kunt doen is door te kijken, ik heb een DS-record hier. En nu kijk ik weet als parent weet ik welke nameservers er in gebruik zijn door mijn child. Ja. Dat is de bestaande vertrouwensrelatie al. En ik kijk gewoon in de DNS of de DS matcht met die key en of ik wat kan valideren. Dat is wat ik eigenlijk bedoel met check the child zone. Daarmee bepaal je al dat ze de private key hebben. Maar in wezen is dat systeem waarmee jij die DS of die public key krijgt niet anders dan het systeem waarmee je de nameservers informatie krijgt. Als iemand tegen jou zegt, ik ben Coca-Cola.com. Jij bent Com. En ik kom aan, ik zeg, ik ben Coca-Cola.com. Hier heb ik een setje nameservers. Wat doe jij dan? Nou, dan vraag je mij om papieren van de Kamer en Koophandel. En je een briefpapier en handtekening en bloed en weet ik veel wat. En pas op dat moment dat je dat gecontroleerd hebt, zet jij je nameservers van Coca-Cola.com richting de nameservers die ik jou opgeef. Dus wij hebben een vertrouwensband, je hebt een creditcardnummer en zo. Zo zou het moeten werken. En of je nou aankomt met een setje nameservers of met een publieke key, dat maakt in die interactie natuurlijk niet zoveel uit. Het is gewoon ik kom met een blob data en ik zeg dat ik iemand ben. En jij controleert dat ik ben die ik ben. En je neemt die blob data aan en configureert dat. Goed. Even in een plaatje, want het is best lastig. Stel je voor, en die vraag werd al gesteld, hoe kom je nou aan de root key? Hoe kom je nou aan de public key van de root? Dat is een heel ander verhaal, gaan we het over hebben, maar die heb je. Die heb je ergens geconfigureerd, die heb je ergens van het internet getrokken, of iemand heeft je die verteld, of hij zit in je systeem, wordt die meegeconfigureerd en meegeleverd. Maar dat ding, die public key, die heb je geconfigureerd, die hoort bij de root, en die staat in je configuratie. Dat is je Trust Anchor. Ja, Trust Anchor hoort een domein en een public key, die twee dingen samen, Trust Anchor. Heb ik nu aangegeven met een key tag? Ja, dus dat ding heeft een key tag of een key ID 8907. Dus op het moment dat ik dat geconfigureerd heb, ik vertrouw de root zodra ik iets kan valideren wat de oorsprong heeft in key 8907. Zolang ik maar een pad kan volgen tot de data die ik vind. Wat begint met 8907, ben ik blij.
Dus ik verwacht dat de eerste vraag die ik stel als de root is, ik vraag de DNS key error set. Want ik wil ervoor zorgen dat ik begrijp dat ik vertrouwen heb in alle DNS keys die in die key error set zitten. En de voorwaarde daarvoor is dat er een signature gemaakt is over de DNS key met deze, met de private sleutel die bij dit deel hoort. Nou, die staat hier. Hier zie je een RR-sig over de DNS key set gemaakt met key ID 8907. Dat betekent dat ik dit hele setje nu vertrouw. Overigens zijn er in de praktijk twee manieren om zo'n sleutel te configureren. Je kunt hem namelijk ook als DS-record configureren. En dan heb je eerst de DNS key set nodig om die key er zelf uit te trekken, maar dat is een detail. Je vertrouwt deze, alles wat getekend is, wat matcht met de publieke key 8907, dat is hard geconfigureerd. Deze RR-sig kun je nu vertrouwen. En dat betekent dat je niet alleen de DNS key 8907, dat is de key signing key, want die signed de keys, maar ook 2983 kunt vertrouwen en dat is mijn zone signing key. En die zone signing key die tekent alle andere informatie in de DNS. In mijn zone. Dus de key signing key die tekent alleen de DNS key RR set en de zone signing key alle andere meuk. Goed, die vertrouw ik dus nu. Dat betekent dat als ik een stukje data uit deze zone krijg met een signature gemaakt door die zone signing key, dat ik het ook vertrouw. Nou, dat is makkelijk. Ik heb namelijk gevraagd om iets als www.foo.net of zoiets. Dus ik krijg een delegatie naar net, maar ik krijg ook een DS. Die DS die is getekend met 2983. Nou, die vertrouw ik, want die heb ik net, die chain of trust, dat stukje heb ik al gebouwd. En deze DS die zegt, nou, als jij een sleutel vindt die 7834 als identity heeft, dan mag je die ook vertrouwen. Nou, oh, sorry. Die wijst natuurlijk naar de key signing key bij de .NET in de key set. Je volgt de delegatie, je volgt die DS. Die wijst naar de public key met 7834. Dat is een key signing key. Nou, hetzelfde verhaal. Je controleert de handtekening gemaakt met de key signing key. Daardoor vertrouw je de hele DNS key RR set, dus ook 5612. En doordat je 5612 vertrouwt, vertrouw je de handtekening gemaakt met de zone signing key over de DS die wijst naar de sleutel van foo.net. Nou, hetzelfde verhaal. Je volgt die sleutel. Je vertrouwt de key set. En omdat je key set vertrouwt, vertrouw je nu ook 1111. Zone signing key. En die tekent uiteindelijk de informatie waar je naar je op zoek bent. Klaar. Makkie, hè? Even laten bezinken. Zullen we even kijken? Ik kan je even de zone file laten zien. Dat is misschien wel weer inzichtelijk om terug te gaan naar die zone file die we daar net hebben getekend. Ik weet niet meer hoe dat ding werkt. Olaf, dat werkt, dat zijn. Ik maak het even ietsje kleiner, want dan kun je het beter zien. Hier zie je de SOA-record. En dat ding is getekend. SOA-record met een key die is 5943. Dan zie je een S-record. Dat ding is getekend met 5943. Hier zie je een A-record. Dat ding is getekend door 5943. Met andere woorden, key 5943 is de zone signing key, precies. Dan gaan we iets naar beneden en dan zien we hier de DNS key. En de signer die heeft daar heel makkelijk bij gezet, want je weet, dat staat niet in de DNS key record, als commentaar dat de key ID voor deze key dat is 5943.
Maar dat hadden we ook al kunnen zien, want het is de zoon-signing key, dus dit is even. En dan is er nog een key, en dat is de key-signing key. En dat is 257. Dat ding heeft key ID 21898. En dan gaan we kijken naar de signatures. En dan zien we er twee. We zien twee signatures. Eentje is gemaakt met de zoon-signing key. En eentje is gemaakt met de key-signing key. En dus als we een DS in de parent hebben vanaf work, dan wijst die naar 21898. Goed om te weten, misschien of misschien ook niet, is dat deze signature technisch gezien niet nodig is. Die wordt gemaakt door de software, maar technisch gezien niet nodig. Hij kan geen kwaad. Hij maakt het pakket wat groter. Nou, dat is het. Dat is zo bouw je een chain of trust. Gaan we weer terug naar de slides. Naar de een moeilijke moment, hè, dit zo naar de dingen. Nou, hier zie je hem nog een keer. We moeten er toch even doorheen. Dit ding heet je Chain of Trust, wat ik dan maar vertaal als vertrouwensketen, want ik weet er ook geen goed Nederlands woord voor. En de gebruiksduur van deze Chain of Trust, is die onbeperkt? Nee. Nee. Ja, de vraag is, de gebruiksduur van die chain of trust, is die onbeperkt? Nee, dat is hij niet. Al deze dingen, behalve deze. Hier zit geen timestamp bij geconfigureerd. Ja? Zodra je de RRSIC controleert hiervan, heb je een inceptation en een expiration tijd. Dat is de tijd waarvoor je dit stukje kunt vertrouwen. En dat betekent dat er weer een nieuwe chain of trust gemaakt moet worden? Ja, daarna, als op een gegeven moment. Kijk, hier zit ook een TTL op, hè? Ja. En op een gegeven moment gaat deze data uit de cache. Ja. En als je dat dan weer nodig hebt, wordt er opnieuw die data opgezocht en wordt er een nieuwe chain of trust gemaakt. Ja. Dus op een gegeven moment, dan zul je zien dat je de route heb je al. En dan vraag je in de .NET zone vraag je om andere informatie. Je vraagt in de .NET zone vraag je in plaats van foo.net vraag je om bla.net. Dan zal de recursive name server die zal om bla.net vragen. En die vertrouwt dan dit al, omdat dit in de cache zit. Hè. De cache die houdt bij wat trusted is en wat niet. Dat wordt allemaal goed geflagged en geadministreerd in het systeem zelf. En als dit erin zit en vertrouwd is, dan is het goed. Op het moment dat de TTL hiervan expired, wordt dit weggesodemieterd. En dan ga je weer een stap omhoog. Ja? Dus het wordt steeds met die TTL. Het is overigens wel zo dat die check op die tijdschaal, die wordt gedaan op het moment dat je de data valideert. Dus het kan zijn dat dit steeds een uurtje geldig is. Dat je hier data krijgt die een dag geldig is. En dan is dit inmiddels ongeldig geworden, maar is dit nog geldig? Dan blijf je dit volgen totdat het weg is. Ja? Overigens gaat het dan ook weer over de TTL, of je weer teruggaat of niet. Dus als de TTL korter is dan een dag, dan maakt die signature expiration tijd ook niet meer zoveel uit. En dan wordt het een risico van een replay attack die gedaan kan worden. Maar ja, dan ligt de halat alweer een stuk hoger. Hè? En het is toch data geweest die door de administrator, waarvan de administrator heeft gezegd, nou, mijn vertrouwen is wel zo dat je dit zo lang nog wel kunt gebruiken, zeg maar. Het is een beetje, het is verwarrend, zeg maar. Die signature expiration en die TTL. Maar wat je, een van de dingen die je wel moet weten is dat
Stel je voor, je krijgt een stukje data en heeft een TTL van een week. En de data heeft een signature expiration interval van een dag. Dus, en je krijgt die data en die zit je ergens midden in het interval. Dus dat ding, die signature is nog 12 uur geldig. Terwijl de TTL op die data is een week. Dan stop je natuurlijk niet een week in je cache. Wat de implementaties dan moeten doen, ze moeten in de RFC, is het afkappen op die expiration date. Dus je kijkt, het is nog 12 uur geldig. Dan kap je de TTL af op 12 uur. En dan weet je zeker dat je aan het einde van de 12 uur in ieder geval weer terug moet om die nieuwe data op te halen. Dat is allemaal onder de motorkap natuurlijk. Maar het is op zich wel een goede vraag hoor. Want het kan vooral, als je een troubleshooter moet slaan, dan zijn dat wel de dingen waar je, zeker als je implementaties probeert te debuggen, als je voorbij het punt bent van, ja, ik begrijp het, het zou allemaal goed moeten gaan, maar hier gaat het niet goed, wat is er aan de hand? Dan ben je in wezen implementaties aan het debuggen. Dat kan voorkomen natuurlijk, dat je daar tegenaan loopt. Nou, dan is het goed om dit soort dingen te weten. Maar in de praktijk zijn dit niet de fouten die voorkomen. In de praktijk zijn de fouten die voorkomen, vergeten te signen, vergeten een DS naar je parent op te sturen, vergeten dat een key rollover op een bepaalde manier gedaan moet worden. Dat zijn eigenlijk de grote fouten die we in de operationele zin tegenkomen en waar je je voor moet bewaken. En nog een aantal dingetjes die belangrijk zijn. Wat is de policy van het publieke deel van de root key, is je vraag. Vraag je die bijvoorbeeld verse vernieuwen, een andere key maken? Dat is allemaal geadministreerd. Met betrekking tot de key signing key van de root. Daarvan wordt nu heftig gedebatteerd of daar een rollover van plaats zal moeten vinden. Of die opnieuw gegenereerd moet gaan worden. De zone signing key, die wordt met één geregelmaat ververst. Ja. Hoe is het dan dat die opnieuw gegenereerd moet worden omdat er nu iets aan de hand is? Of protocolmatig dat die opnieuw zo blijkt? Protocolmatig opnieuw genereren. En daar komen we eigenlijk op, waarom zou je iets opnieuw genereren als er niks aan de hand is? Nou, een van de overwegingen waarom je iets opnieuw gaat doen of doet, als er niks aan de hand is, is omdat je voorbereid wil zijn op het moment dat er wel wat aan de hand is. Dat is een van de redenen waarom je iets zou willen doen. Het operationeel eigen maken van een procedure en een systeem. En dat is eigenlijk de discussie die ik nu op een paar plekken heb gezien in de diverse relevante fora. Zouden we niet een root key rollover moeten doen voor het geval dat het eens een keer echt nodig is? En ook, het is een bepaald algoritme. Het kan best zijn dat er zo'n nummerjongen heeft ontdekt hoe die dat kan kraken. Nee, er is een rollover. Jongens, we nemen een voorschot op het materiaal waar ik morgen over ga vertellen. Maar er is een rollover methode om dat te doen, RFC 5011. Maar dat is niet wat je zei toen, zo'n nummerjongen die iets kan kraken. Er zijn algoritmes nu in gebruik. En het kan zijn dat we de algoritmes die we gebruiken voor de publieke crypto, dat we die moeten veranderen. Dat RSA morgen zijn langste tijd gehad heeft. En dat we over moeten gaan naar een bepaalde elliptic curve cryptografie methode. Dat klopt. Je gebruikt natuurlijk hashes van. Dus het kan wel zijn dat er een andere key dezelfde hash output geeft. Waardoor je misschien wat speling krijgt om je als iemand anders voor te doen, terwijl je wel de juiste prijpen. Je kunt hash collisions krijgen, dat klopt. Dat zijn mogelijkheden. Ik heb ooit iemand dat gekscherend horen vergelijken. Het is ook de mogelijkheid dat als je in een ruimte met gassen zit, dat op een gegeven moment alle zuurstofmoleculen in die hok zitten. Ja, ja. Dat is natuurlijk de essentie van een systeem wat in de aandacht staat. Hè. Daar zijn mensen die zullen proberen om
om dat te analyseren en dat te proberen te kraken. En dat moet je niet wegwuiven. Over key rollovers krijgen we het nog te praten. Dus dat zet ik even op de lange baan verder. En dat gaan we niet bagatelliseren. Nou goed, we hebben de DNS-key, we hebben de RSIC, we hebben de DS en we hebben laten zien hoe je in een boom een chain of trust kan bouwen. Ja. Nou, wat er nou al een paar keer langs is gekomen, is het belang van het kunnen aantonen dat iets niet bestaat. We hebben dat in de context van wildcard-substitutie gehad. Je wil zeker weten dat www.nlnetlabs.nl niet bestaat als dat je vraag was. En je krijgt www.nlnetlabs als wildcard substitutie met een signature erbij. Dan wil je eerst aantonen dat de directe match op www.nlnetlabs.nl dat die niet bestaat. Nou, dus dat is één toepassing van denial of existence. De andere toepassing van denial of existence is als je die chain of trust aan het volgen bent en je gaat van parent naar child, dan moet er op een gegeven moment bewezen worden dat er geen DS is. Anders denk je, ik verwacht signatures en als je die niet krijgt, dan zeg je, oh, ik ben onder aanval, ik zet de boel op zwart. Want dat heb ik misschien nog niet goed uitgelegd. Wat gebeurt er als je validatie failures krijgt? Als je validatie failures krijgt, is er no way out. De boel gaat op zwart. Je krijgt een zogenaamde surf fail. Je krijgt, op dit moment zijn er geen mogelijkheden om goed aan te geven aan applicaties wat er misgegaan is. Het gaat op zwart. Denial of service. Klaar. Uit. Einde verhaal. Dus als je een chain of trust volgt, dan moet er dus een bewijs zijn dat er geen DS is. Want als je die verwacht, als er een DS zou zijn, dan verwacht je signatures. Dus je moet bewijzen dat dat ding er niet is. Anders heb je, ja, probleem. Dan kan iemand anders gewoon zeggen, het is er niet. Nou is er een probleem. Kijk, DNSSEC is ontworpen in een tijd dat de machines nog niet zo heel erg snel waren en public key crypto nogal een zware lood. We hebben het over technologie die in midden jaren 90, zeg maar, de basisprincipes van DNSSEC komen uit die tijd. Dus online signing van berichten is iets wat je niet deed en nog steeds misschien niet wil doen. Als je een rootserver bent en je krijgt meer dan 100.000 queries per seconde voor je kiezen, dan ben je het liefste bezig met zo snel mogelijk antwoorden genereren in plaats van de antwoorden die je genereert ook nog eens te moeten signen. Dus bij voorkeur wil je op het moment dat je de data genereert en je hebt een compleet beeld van wat er wel en niet is, wil je de signatures genereren en de bewijzen genereren dat bepaalde informatie niet bestaat. Ja? Nou, hoe doe je dat? Hoe kun je bewijzen dat iets niet bestaat? Nou, dat doen we door gebruik te maken van zogenaamde NSEC record. NSEC record is eigenlijk heel makkelijk. Ik zei al, je bent altijd bezig met data in een zone. Dus je weet vrij goed wat er in je zone staat. Dat ding, daar staat de WWW in, daar staat de A-record in. Of er staan 6 miljoen delegaties in, of 100 miljoen delegaties. Maar je weet er vrij goed wat erin staat. Wat je nou doet, is je neemt de data in je zone, zeg nlnetlabs.nl. En dan ga je sorteren volgens bepaalde sorteringsregels die we canonical noemen en die helemaal gedefinieerd zijn. Maar het komt er eigenlijk op neer dat je hebt nlnetlabs.nl, je hebt a.nlnetlabs.nl, je hebt p.nlnetlabs.nl, je hebt q.nlnetlabs.nl en je hebt www.nlnetlabs.nl. Nou, dat is de volgorde. En wat je dan doet is je creëert een linked list. Je gaat van nlnetlabs.nl naar A, van A naar nlnetlabs.nl naar p.nlnetlabs.nl, van P naar Q, van Q naar W. En als je aan het einde bent, wijs je helemaal weer terug naar het begin. Dat is je NSEC chain.
Zo heet dat ding. En dat zie je ook hier weer terug. Je hebt hier www.example.nelnetlabs.nl, TTL, class, type. En het eerste data element is de volgende naam in de chain of trust. In de NSEC list. Dat is een linked list. Nou, dat is Nelnet Labs. Dit is het bewijs dat er tussen www.nelnetlabs.nl en Nelnet Labs zelf niks bestaat. Vraag je bijvoorbeeld om, mag ik alstublieft xxx.nelnetlabs.nl, dan krijg je als antwoord no such domain, NX domain. En je krijgt er een NSEC bij met deze inhoud en dat ding is gesigned. En aan de validating kant kun je dan zien, xxx.nelnetlabs.nl, dat ligt tussen www en het begin van de zone in. Hè, dat ligt hier namelijk. Nou, daar ga je niet overheen, dus bestaat niet. Dat is het bewijs. Makkelijk zat. Dus je creëert offline, sorteer je de hele meuk. En je creëert een linked list. En dat doe je op een goede en bepaalde manier. Dat geeft terug. Je geeft terug de span. Waarin je vraag ligt voor een naam die niet bestaat. Voor een naam die niet bestaat. Duidelijk? Ik dacht dat dit niet meer kon in de laatste RFC. Ja, dit kan. Wacht maar even. Ik weet waar jij heen gaat. Maar de vraag was, ik denk dat het niet meer kon volgens de laatste RFC. Nee, NSEC 3, NSEC kan. Het probleem natuurlijk is dat je... Oh, wacht even. Ik wil dit even afmaken, want dit concept is wel belangrijk. Je wil ook kunnen bewijzen, als je een vraag stelt, dat er geen DS-record of dat er geen... MX-record is of dat er iets anders niet is. Voor elke naam die wel bestaat, geef je aan in de NSEC welke records er beschikbaar zijn voor die naam. Voor www.nlnetlabs.nl bestaat de A, er is een RFSEC en de NSEC zelf is er. Dat betekent dat al die andere types die hier niet genoemd zijn, die zijn er niet. Er is geen DS-record, er is geen delegatie, er is allemaal helemaal niks. Vraag je dus om een delegatie, vraag je aan NL om een delegatie naar CompuTrain, noem maar wat. Dan krijg je een NSEC. En bij die NSEC staat er... Een NS, want er is een delegatie. Er staat een RRSIG, want er is een signature. Er staat een NSEC, want er is een NSEC-record. Maar in dat hele rijtje staat geen DS. Dat is dus het bewijs dat de DS er niet is. Ik kan dit moeilijker maken dan het is, maar dit is het allerbelangrijkste wat je hier mee wil nemen. Want de NSEC records die zijn, zal ik je eerlijk zeggen, vanuit protocolperspectief toch wel de allermoeilijkste. Omdat je heel goed moet weten hoe wildcards werken. En die maken het verdomde lastig. Terwijl we dit aan het ontwerpen waren, moesten we eerst in de ITF opschrijven hoe wildcards nu eigenlijk werkt. Daar hadden we geen goed begrip voor. We hadden geen bewijs dat dit in alle gevallen goed ging. Dat hebben we nu inmiddels gelukkig wel. Goed, wat doen die dingen dus? Ze geven een proof of non-existence. Als je een name error hebt, een naam bestaat niet... Dan krijg je één of meer RRS's, NSEC errors die aangeven dat het ding niet bestaat. De naam zelf of de wildcard expansion. Het kan dus zijn dat je twee bewijzen terugkrijgt, twee NSEC records. Eentje die bewijst dat de directe match niet bestaat, tussen Q en W bestaat niks. Maar ook eentje die bewijst dat het sterretje niet bestaat. Tussen WWW en NLNetLabs zit niks meer. Dat zijn de twee bewijzen die je dus krijgt.
Dat staat hier. Deze dingen zijn natuurlijk allemaal gemaakt bij tools. Goed. So far so good. Dit is 2003, 2004 geloof ik, dat we nu zijn. 2005 misschien. En in de ITF zijn we net klaar met die narigheid. We hadden RFC 2535. En die had dat schaalbaarheidsprobleem. Dat je de hele tijd met je parent moest gaan praten. Als er iets veranderde bij de parent, moest iedereen weer terug. Dat is toen opgelost door de uitvinding van de DS-record. Dat was de oplossing. Daarvoor zijn al die types omgerold. DNS, DNSSEC. En we zitten nu aan het einde van het standaardisatieproces. We zijn bijna klaar. In de werkgroep hebben we deze documenten opgeschreven. We zijn er allemaal over eens dat het werkt. In het veld zijn er twee implementaties. Er is een NSD is er geïmplementeerd. Bind is geïmplementeerd. En er is een Java-versie gemaakt door VeriSign. En een aantal enthousiastelingen. Wij zaten er nog niet bij. Dat was Humbound. Dus dat was een implementatie die werd gebruikt tijdens de ontwikkeling van al deze protocollen. En we zeiden, nou, we zijn klaar. We gaan voor Lost Call. Volgens mij zijn we klaar met DNSSEC. Volgens mij hebben we nu een protocol. Op dat moment komen de Duitsers die zeggen van, ja, dat gaat niet zomaar. Dat gaat niet zomaar. Aber, dat gaat niet zomaar, want wij hebben een policy dat wij laten geen zone transfers toe. En tijdens de ontwikkeling van DNSSEC was er in het begin van het proces, waren de eerste requirements opgeschreven. En privacy was een expliciete non-requirement. Maar ja, wij laten geen zone transfers toe. Want als je de zone transfers toelaat, dan krijg je alle namen uit de zone. En die kun je dan gebruiken om queries te doen tegen de Whois database. Waarin informatie staat over de eigenaren van die zone. En dat is privacygevoelige informatie. Als je de key, de primary key, tegen dat soort databases uitdeelt, dat is tegen de directives van de privacy van de EU privacyregels. De Zweden dachten daar overigens niks, niet zo over. Die hebben dit gewoon allemaal geïmplementeerd zonder dat dat voor hun een zorg was. Dus die privacy directives die zijn nogal verschillend geïnterpreteerd. Maar ja, het ITF gaat niet over de interpretatie van lokale regulatie, dus daar zaten we met een probleem. NSEC, want zodra je NSEC hebt en je hebt een zone transfer dicht staan, zodra je één antwoord hebt, ja, kun je deze boom helemaal opbouwen. He, heb je hem helemaal. Kun je hem volledig enumereren. Met 100% zekerheid. Zo'n enumeration problem noemen we dat. De NSEC walk. We hebben toen, dat was echt, het was een hoofdpijn hoor. Het was een echt een hoofdpijnmodel. We zijn klaar, wat gaan we nu doen? Toen hebben we heel goed nagedacht of er oplossingen voor waren. En die waren er op dat moment, er waren verschillende voorstellen. En die leken allemaal plausibel genoeg om backward compatible te worden ingevoerd. Toen hebben we gezegd, nou, voor de mensen die nu DNSSEC willen doen, gebaseerd op NSEC, DNS Key, DS en RSEC, al die elementen die we net behandeld hebben. Daarvoor zetten we de specs vast, maken we een eikpunt, zeg maar. En die mensen kunnen uitgaan en die kunnen gaan deployen. Nou, toen is deployment heeft plaatsgevonden op de reverse trees, op de reverse DNS. Want reverse trees die kun je sowieso enumereren. Dat is heel makkelijk. Ook in IPv6, dat is helemaal geen probleem. Je hoeft niet eens de hele space door te lopen. Dus gebruik maken van properties van queries en antwoorden. De Zweden die vonden het geen enkel issue. En er zijn natuurlijk een heleboel zones waarvan je gewoon weet, er staan twee records in. Dat is de naam zelf en www. Dus dat is ook geen issue. Maar goed, er moest wel een oplossing voor gevonden worden. En die oplossing die is NSEC 3 geworden. Gedocumenteerd in RC 5155. En dat is toch, dat is een beetje een hoofdpijn als je dat moet troubleshooten. Heel belangrijk is dat je NSEC 3 alleen kunt en mag toepassen, volgens het protocol, over delegaties.
Je kunt het niet zomaar in elke zone toevoegen. Dit is echt iets wat gemaakt is voor top-level domains. Jongens die heel erg groot zijn. Oh, nee, wacht even. Ik zeg iets helemaal verkeerd hier. De NSEC 3 mag natuurlijk overal gebruikt worden. Ik zeg iets helemaal verkeerd. De NSEC 3 mag overal gebruikt worden om het te obfuscaten, zullen we maar zeggen. En hoe dat werkt, dat leg ik zo meteen uit. Maar er zit een feature in, dat heet het opt-out bitje. Of het opt-in bitje. En dat opt-in bitje, dat mogen alleen de top-level domains gebruiken. En dat opt-in bitje, dat is een andere feature. Wat NSEC eigenlijk betekent, dat je zegt van tussen A en P, daar bestaat helemaal geen informatie. Maar het betekent wel dat je op al die gegevens, op al die punten, moet je een NSEC record genereren met een signature erbij. Dus ook al doe je zelf helemaal niks aan DNS en doen je kinderen ook niks aan DNS. Dit zijn allemaal delegaties, zeg maar. En de kinderen doen niks aan DNS. Dan moet ik op elk punt de afwezigheid van een DS-record bewijzen. Dat doe ik door een NSEC-record te genereren. Als je 100 miljoen zones hebt, dan is dat heel vervelend als je dat in één keer aan moet zetten. Want voorheen had je hier overal kleine delegaties. Dat is een byte of, laten we zeggen, 50 of 60. En nu moet je daar ineens signatures in zetten. Dat is een byte of 200, als het niet meer is. En als je dat met 100 miljoen records moet doen, dat is zoiets als zo'n hele grote koperen schakelaar met twee van die bars en dan met zo'n heel grote houten handvat. En dat haal je dan zo over en dan trekt er een vonk uit en dat is allemaal heel naar. Dus NSEC 3 heeft ook inzicht dat als je een boom op de NSEC 3 manier opbouwt, dat conceptueel doe je eigenlijk hetzelfde, dan kun je zeggen als hier delegaties in zitten waarin geen DS zit, mag ik die overslaan. Dat mag alleen bij delegaties. En dat betekent dat de .com op dit moment met een paar honderd delegaties erin ook maar een paar honderd gesigned records heeft. Dus dat is een klein schakelaartje wat ze over moeten houden. Een zonfile wordt niet ineens 20 keer zo groot. En dat is een optie die alleen voor delegatie-centric zones wordt gebruikt. Nou, wat is dat NSEC 3 verhaal nou toch eens eindelijk? Eigenlijk is het precies hetzelfde. Je creëert een linked list. Maar dat doe je niet in de ruimte zoals je hem beschrijft. Nee, je hasht eerst alle namen die in de zone voorkomen. En dan creëer je een linked list over de hashes van die namen. En als je een vraag krijgt en je zoekt op of de originele naam bestaat en er bestaat niet, dan creëer je een hash van die naam en dan kijk je waar die in de hash space ligt, dan ligt die tussen HZ en HA, dan stuur je een NSEC 3 record terug, wat zegt tussen HZ en HA is geen data. En omdat dit een 1-op-1 relatie is, voor elke entry hier bestaat er een entry hier, weet je ook dat als je hier in een lege span zit, dan bestaat die naam dus ook niet. En zo heb je geobfuscate, verdoezeld, wat er in je zone zit. Je kunt nog steeds een enumeration van al die hashes maken en die met brute force proberen te kraken door dictionary attacks en dat soort dingen en rainbow tables en allerlei flauwekul. Maar je hebt de bar heb je verhoogd. En omdat om dingen zoals rainbow tables tegen te gaan, zit er in het NSEC record iets als een aantal iteraties wat je moet doen. En een salt. Je kunt die hash die je maakt, die initieer je met een salt. En dan doe je de hash die waarde een aantal keren zelf. Zodat het computationally expensive wordt om dit te genereren. En die hash, die salt kun je af en toe eens veranderen. Dat is voor de meer paranoïde figuren die niet willen laten zien wat er in hun zone zit. Overigens is het natuurlijk wel zo dat je een DNS inricht omdat je informatie publiek wil maken. Dus goed,
Nou, er is, kijk, weet je, er is wel wat voor te zeggen. Want stel je voor, er wordt een prinsesje geboren. Dan wordt er over het algemeen een domeinnaam voor het arme kind gemaakt. En de ouders die maken ook de jongensnaam als de echo nog een beetje ambigu was. En dan staan er twee namen in en de journalist van de privé die heeft er goed geld voor over om te zien dat 4 weken voor een geplande geboorte ineens een hele leuke naam die van een nazaat der Oranjes is. Daar is wel wat waarde aan te verbinden. Dus die dat wil je wel redelijk hoog maken. Wat coulant. Ja, aardig, hè? Maar goed, voor de privacy considerations van een zone enumerations heb je dus die hashes. En dat bitje, dat zit erin echt voor onze vrienden van VeriSign en voor de echt grote jongens die er tegenop zagen om met grote vonken een schakelaar over te halen. Je kunt het combineren. Ja, ze zitten alle twee in het protocol. Tegelijkertijd? Ja. Je combineert ze altijd. Je hebt altijd één iteratie voor je kiezen. Ja. Als je opt-in wil gebruiken, zit je aan dit systeem vast. Ja. Wat? Wat zeg je? Zwaar ik weet eigenlijk niet of ze al DNSSEC draaien. Dat is altijd wel een reden om het wat uit te stellen, zeg maar. Dit is een beetje flauw natuurlijk, maar dat was wel één. Dat was niet de enige partij, maar die waren er vrij uitspoken over. En ik moet zeggen dat onze vrienden van de Duitse Registry altijd hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van het protocol en daar hele goede bijdrages aan geleverd hebben. Dus gans geen klagen. Maar het is altijd leuk om Duitse grappen te maken. Goed. Wat flauw. Waar ik niet op inga, is dat NSEC 3 gekke dingen doet. Met wat zeg je? Ik zie DNS-key records voor DNS. Ze zijn gesigned. Ah, dat is prachtig. Nou, kijk. Ik heb niet helemaal paraat wie allemaal een handtekening gezet heeft. Er zijn trouwens wel hele aardige kaartjes van. Rijplabs heeft een aardig kaartje. Een van de moeilijkere dingen met NSEC 3 is hoe het zit met wildcards. En de manier waarop de domeinnaamboom wordt benaderd. Die hashes die klappen alles plat. Dus als je diepe structuur in je zone hebt, dan raak je dat in die NSEC 3 ruimte kwijt. En dat betekent dat in bijvoorbeeld het laten weten dat een wildcard niet bestaat, je speciale trucs moet uithalen. Nou, dat wil ik jullie eigenlijk allemaal besparen. Maar, als je daarin geïnteresseerd bent, dan staat er op onze website een linkje. En ik geloof dat het onder links staat, staat er ergens een drop-down minuutje. Naar een stukje geschreven door Miek Gieben van SEDN en Matthijs Mekking van Anonet Labs. Waarin het haarfijn wordt uitgelegd. Hoe NSEC 3 en NSEC Denial of Existence doen en wildcards, hoe die werken. Ik leg het niet uit, omdat het enige wat je mee moet krijgen is dat je soms meerdere NSEC records nodig hebt om te bewijzen dat wildcards niet bestaan of dat er geen direct match is. En ik leg het ook niet uit omdat dit het type problemen is waar je in de praktijk eigenlijk weinig tegenaan zult gaan lopen. Je zult dit niet hoeven te troubleshooten. Wat je moet weten is wat een NSEC en een NSEC 3 record doet. Dat als je een logfile message zegt, je zegt authenticated denial en er wordt met een NSEC gesmeten, dat je weet waarvoor die dingen zijn. Want in de praktijk is het de software die dit allemaal voor je oplost. Ja? Nou, volgens mij hebben we het rijtje dan compleet. 3 Public key crypto related RR's, de RR-sig, de DNS-key en het ding wat de diepte geeft aan de boom. En one RR, nou ja, eigenlijk twee, de NSEC en de NSEC 3,
die voor authenticated denial en interne consistency werken. Trouwens, het aangeven van welke typen er bestaan voor een bepaalde naam, dat werkt voor NSEC3 natuurlijk hetzelfde. Zo kun je een rijtje van types die beschikbaar zijn. Nou, ik had het al gezegd. Er zijn andere sleutels die je in de DNS kan stoppen. Er is een resource record waarin je certs kan opbergen. Er is een resource record. Dat heet IPSEC key. Daarin kun je de sleutel voor een IPSEC associatie opbergen. Zodat als jij aan een vreemde entiteit wil verbinden, je daar de key vandaan kan halen. En direct over kan stappen naar IPSEC. Wil je dat kunnen doen, moet je natuurlijk wel de DNS vertrouwen. En een DNSSEC is daar een voorwaarde voor. SSH's fingerprints hebben we het al over gehad en DEN heb ik ook al even over gesproken. Dit is de basis hier. Dit is de basis. En er wordt hier zit wat kruft in de slides, maar dat is niet zo erg. Dit was de belangrijkste theorie. En omdat het nu 2:15 is, stel ik voor dat wij de token even aan Willem geven. En wat we gaan doen is eerst een heel klein stukje uitleg over hoe je op het lab komt. Het lab bestaat uit de Amazon instances die we aan elkaar hebben gekoppeld. Laat je even zien hoe je op het lab komt. En als je op het lab bent, wat je daar dan tegenkomt. En wat we dan gaan doen is dat je gewoon even zelf een sleutel genereert met DNSSEC signzone. Dat je die sleutel gebruikt om een zone te signen. Maar ook, en dat waarschijnlijk eerst, laten we je zien hoe je DNSSEC-validatie aanzet op een server. En laten we zien dat het in het lab al eigenlijk gewoon heel erg makkelijk werkt. En dat doen we op een server die jullie allemaal niet kennen, dat is Unbound. Nou ja, misschien kennen of 1 of 2 mensen Unbound. En laten gewoon zien hoe makkelijk dat eigenlijk is. En dat